Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 24 november. Ik heb echt heerlijk geslapen. Even mijn toestel in mijn andere hand. Even wachten hoor. Heerlijk geslapen, zei ik. Kijk, het is al bijna... Nou nee, het is nog herfst. Ik wou zeggen, het is al bijna wintertooi. Omdat gisteren de aannemer is geweest in verband met scheuren in de muren van mijn buurman. En daarbij is ook alles gecontroleerd na de ellende van 6 jaar geleden. Toen mijn onderburen, de witte criminelen, witte bordencriminelen noem ik ze. De opkopers die het huis heel snel goedkoop pseudo-luxe hebben laten verbouwen om het zo duur mogelijk door te verkopen. Toen hebben ze een muur geslopen, een steunmuur, waardoor mijn muur van de woonkamer en de keuken vol scheuren kwam te zitten. Nou ja, in ieder geval is het bij mij allemaal prima opgelost, prima gerepareerd. En de scheur van de buurman, daar heb ik eigenlijk verder niks mee te maken. Dus mijn zorgen zijn weer eens voorbij. Verder hebben we gisteren natuurlijk heerlijk nagenoten van de 6-0 overwinning van mijn clubpie. En niet omdat het nou ADO is, hoewel ik vond het prima van Adil Awassar dat hij Rankovic noemde. We hebben het ook voor Rankovic gedaan, hè, die bij ADO ontslagen is. Maar, oh, er komen mensen, wordt vervolgd. Ik heb nu een ludieke manier gevonden om tegenliggers die... Zelf wel wijd uit elkaar lopen, maar voor mij nauwelijks ruimte overlaten. Om die op een ludieke manier te vragen of ze even ruimte willen maken voor mij. En dat sloeg nog aan ook. Hè? Mopperen, chagrijnig zijn, zuurpruimerig zijn, dat is de oplossing niet. De 6-0 van Sparta. Nou ben ik van schrik eigenlijk verkeerd gelopen. Nou ja, dat kan ook wel. Ja, wat ik zelf zo heerlijk vind, is dat het goede middenveld, denk ik, ontdekt is. Dat nu Sven Meinans op de plek staat van Appie, rechts. En hij doet het ontzettend goed en intelligent, zoals werd vermeld. En dat Appie dan meer op de plaats is die hij prefereert, de nummer 8. Awassar is natuurlijk de oude rot op het middenveld. Smeets stelt me nog teleur. Smeets had voor rust al 2 doelpunten kunnen scoren. En toen ik gisteren de samenvatting nog eens bekeek, had het wel 9-0 kunnen zijn. Echt 0, hè? Nou ja, de keeper heeft eigenlijk niks te doen gehad. En nu kunnen we ademhalen. Een beetje ontspannen toeleven naar de ontmoeting met PSV. En wie weet hoe een koe een haas vangt. Ze hoeven niet bang te zijn voor PSV. Als die verdediging maar stand houdt. En ik ben wel een beetje bang dat Vrezer dan tegen PSV wel weer naar een 5-mans verdediging gaat. En ja, dan komen we weer een mannetje tekort op het middenveld. In ieder geval heb ik gisteren heerlijk nagenoten van de 6-0. En ook prima geslapen dus. En het is eigenlijk niet zo interessant wat ik allemaal film, maar ik had een heel verhaal. Je hoort het ook aan mijn stem. Er zijn ochtenden dat ik echt met tegenzin loop, maar vanochtend niet. En ik ga even de snelste weg door bos en duin. En dan via het schapennatjes duin terug. Weer vlakbij Kijkduin en ik ga nu oversteken naar het Schapennatjesduin. Thank you.
beneden langs te gaan, maar nou ik de uitdaging voor me zie. Het is wel mistig, er is geen uitzicht, ga ik toch voor mijn conditie de trap op en dan links er ook alweer af. Toen ik vanochtend wakker werd, toen vormde zich al dit plan om dit ommetje te lopen. Ik had eigenlijk gehoopt dat het nog mistiger zou zijn. Het valt me wel op hoeveel lantaarnpalen, verkeersbordenpalen enzovoort er zijn. Waardoor ik sommige beelden eigenlijk niet mooi op de foto krijg. En dan laat ik het maar. Nou, daar gaan we weer, jongens. Joop Berbe, loop je met me mee? Dat ruimt ook nog. Ik begin aan de klim. Een mistige dinsdagochtend. De zee is nauwelijks waarneembaar. Een grijs, donkergrijs streepje. Maar ik moest natuurlijk even die trap treden, beklimmen. Van de hemelkoepel, die heb ik rechts laten liggen aan mijn rechterhand. En ik ga dus de korte route terug. Ik ga vandaag niet doorlopen. En in de verte zie je alweer de flat top van de Heliotrooplaan. En dan ga ik via het Schapennatjesduin naar Marmaris, via Merenbos gewoon weer naar huis. Voor de mensen die niet vroeg willen lopen. Ik sta dus op. Vanochtend weer met tegenzin. Ik werd door de wekker gewekt. Ik bedoel, oh, even deze bloem. En dan begin ik ook de eerste 10 minuten gewoon gapend, hè? Ongewassen, gapend. En als ik dan loop, ik val in herhalingen. Zo na 10 minuten, oh. Deo en enkel volente kan ik dan blijven lopen. Alleen, ja, wie heeft er zin om zo 's ochtends met een ongewassen en slaperige Patricia te gaan wandelen. Maar ik moet wel zeggen, ik begin altijd met NPO 1, het ochtendprogramma. En dat is heel informatief, met hele goede muziek ertussendoor, tussen het nieuws. En ik vind dit altijd zo mooi, hè? De herfst. Kleuren. En op een gegeven moment, als ik het dan wel gehoord heb, dat nieuws, of als ze in herhaling gaan vallen, dan schakel ik over op de Bijbel door. Dus het is niet meer zo, zoals in het voorjaar, dat ik naar de buitengeluiden luister. In het voorjaar heb je natuurlijk alle vogels, maar dat is nu niet. Nou ja, hier links dus weer de nieuwbouw. Die reportage moet ik nog even afmaken. En dan ga ik daar naar links terug naar Marmaris.
hou het kort, want dit was laatst in de reportage. Hier ga ik dus weer om het Schapennatjesduin Villa Wijk heen. Moet ik wel even Rod Stewart onderbreken? Ik weet niet wat ik vandaag heb. Vroeger zei je paardenvlees gegeten. Te veel energie. En hoewel ik dit allemaal al gefilmd heb, ga ik toch even weer omhoog. En dan ook meteen linksaf weer omlaag. En omlaag, dat film ik meestal niet, is heel goed voor je knieën. En je bovenbenen, je kuiten. Want dan moet je remmen. Even terug. En de volgende. Nogmaals, deze kwam al voor in een eerdere reportage. Want toen dacht ik dat ik meteen naar links kon. En je moet even naar rechts. En dan kom je op het hoge pad. Langs de andere villa-wijk. Of ja, niet helemaal een villa-wijk. Ik moet heel erg hijgen vandaag. Dus ik heb dit te lang niet gedaan. Dit moet je toch wel minstens 2 keer in de week doen, dit rondje. In plaats van altijd maar vlak door meer en bos. Koekele koekie. Oh, 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 oh. Ik blijf het herhalen. Zaterdag was het, hè? Was hier die Arabische muziek. Gaan ze snoeien. Ik weet niet of ik hier dan langs kan. Ik kan het niet laten om dit stukje nogmaals op te nemen. Ik denk dat dit vroeger de koets, hoe zeg je dat, het koetshuis was. Paardige stal zijn. En ik moet nog steeds beginnen aan dat boek over de sloop en de bouw. De sloop van Den Haag voor de Atlantikwal. En er stonden hier allemaal boerderijen. Boerderij Bohemen, boerderij Bergendaal. Waarschijnlijk ook boerderijen Bos en Duin of zoiets. Meer een bos natuurlijk. Nou, het is weer een drukte van belang zodra je hier binnenkomt met socializing tussen de honden. Ja hoor, sommige mensen denken als ik nou maar wat blaadjes over die honden poep gooi, dan zien de mensen het niet. Mijn hele linkerschoen zit onder. Maar ja,